Ja, vandaag is een heugelijk moment. Naast mij staat Bert Brandsma, politiek verslaggever van Black Box. Al enige tijd was je bij ons kanaal betrokken. Je hebt een eigen YouTube-kanaal waar je heel veel video's uploaden van Tweede Kamerdebatten. En sinds deze week ben jij begonnen exclusief voor Black Box om dat voor ons kanaal te doen. En dat vind ik een heel bijzonder moment, want dat betekent dat wij groeien. En ik wil graag van jou weten, wat was voor jou de reden om te zeggen, ja, ik wil bij de Black Box familie horen? Nou, ten eerste omdat ik een aantal zeer goede ervaringen heb gehad hier in de programma's waar ik mijn bescheiden bijdrage aan verleend heb. En verder omdat ik zelf met mijn eigen kanaal, die eigenlijk voor andere doeleinden origineel bestemd was, van YouTube een hoop kritiek heb gehad op dingen die niet in orde zouden zijn naar hun mening. Zo waren er een aantal filmpjes afgekeurd waarvan één achteraf toch wel weer goedgekeurd is. Maar daardoor heb ik verschillende schorsingen gehad. En er werd gedreigd om mijn hele kanaal te sluiten. En wat ik voor mijn historische muziekmateriaal echt absoluut niet wil. Want daar staan filmfragmenten op met een Britse jazzlegende Chris Barber waarmee ik opgetreden heb. En dat materiaal mag niet verloren gaan. Ja, nu komen we eigenlijk op het punt, dat is wel heel erg leuk. Je hebt het over jazzmuziek en heel veel mensen weten dat niet. Jij had een eigen kanaal, dat heb je nog steeds, Bert Brandsma. Dat ging met name over jouw jazzmuziek. Dat is jouw grote passie, hè? Ja, dat was het. Dat was mijn beroep ook. En dat was eigenlijk een soort verslaglegging van allerlei concerten die ik deed in binnen- en buitenland. En er zaten een aantal televisiedingetjes bij waar ik concerten in Duitsland bijvoorbeeld gaf. En dat heb ik ook tot 2020 volop gedaan. 28 jaar lang fulltime beroepsmuzikus geweest. Ja. 10 jaar bij Chris Barber, 12 jaar in de opera in Keulen gewerkt, onder andere. En daar ging het eigenlijk ook om verslaglegging daarvan en ook een stukje promotionele waarde. Alleen in 2020 met al die coronamaatregelen lag in één keer alles compleet stil. Dus er was geen één concert meer mogelijk. Dus ik had op dat moment ook niks om uit te zenden. En bovendien werd ik daardoor heel kritisch richting regeringsbesluiten. En ben ik toen dat heel nadrukkelijk gaan volgen, ook uit eigen belang natuurlijk. Gewoon omdat ik graag wilde weten of ik ooit nog weer aan het werk zou mogen. Ja, dat schept een band, Bert, want dat is eigenlijk precies de motivatie waarom ik ben begonnen met wat ik doe. En een heleboel mensen die hier werken bij Black Box zijn ook vanuit die burgerplicht, vanuit dat besef van jongens, er is iets aan de hand, wat gebeurt hier, begonnen om hun werk te doen, wat ze nu doen. Jij bent ook zo begonnen en uiteindelijk ben je nu bij Black Box toegetreden als onze man voor het politieke materiaal. Black Box Politics heet het. Kijk daar vooral naar interessante debatten in de Tweede Kamer. Bert, ik wil jou ontzettend veel succes wensen, want je gaat al dagen ben je al bezig. Je gaat nu dagelijks dit doen. Welkom bij de club. En tot slot wil ik zeggen, zoals jullie zien, zijn we dus bezig met uitbreiden. We hebben allerlei ideeën, ook met andere tv-formats en met mensen waarmee we willen samenwerken. Die mensen die zijn niet gratis. Ook Bert moet eten, ik moet eten, jullie moeten thuis eten. Maar de agenda raast door en iedereen die in de gaten heeft wat er aan de hand is in de wereld, beseft ook dat juist nu het belangrijk is om gas te geven vanuit onze kant. Dus blijf ons steunen. En dan heb ik het over donaties, want zonder jullie hulp kunnen we niet verder. Dankjewel, Bert. En jij moet door naar een afspraak, hè? Ja, klopt. Ja, ik ga naar Voorburg. Zie je snel. Dankjewel. Dankjewel.